Hallo, welkom bij een nieuwe videolist van Foberta en deze keer gaan we kijken naar opgave nummertje 8. En bij opgave nummer 8 moeten we de zinnen op de uitweekbijlage compleet maken, zodat er juiste beweringen ontstaan. Goed, en de beweringen die we hebben, even kijken, zijn, daar komen ze. Als de spanning van de spanningsbron lager is dan de drempelspanning, is de stroomsterkte in de schakeling puntje, 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 ampère. Nou, gaan we natuurlijk snel even hier kijken. Onder de drempelspanning loopt er geen elektrische stroom. Of boven de drempelspanning loopt er een stroom. Maar daaronder, zoals we ook hier kunnen zien, is er geen stroom. En als er geen stroom is, dan moeten we wel zeggen 0 ampère. De spanning over de weerstand, en dat is een beetje een aparte, want die spanning over de weerstand in dit geval, en dan gaan we ook weer even naar het opgaveblad kijken, hoe ziet het eruit. Dan hebben we dus een spanningsbron, dan hebben we hier een weerstand en dan hebben we hier een led die je ook zou kunnen zien als een weerstand. En eigenlijk moeten we hier het volgende trucje bij gaan doen. En dat volgende trucje bestaat er eigenlijk uit door te zeggen, als er door dit geheel geen stroom loopt, dan heeft dat een reden. En dat heeft de reden, deze weerstand heeft een waarde, maar deze weerstand, als er geen stroom doorheen kan lopen, moeten we eigenlijk instellen op oneindig groot. Want er is geen weerstand, dus we kunnen ook zeggen, desnoods zelfs, we kunnen dit zien als een open schakelaar. Dat maakt wel het beantwoorden van de volgende zin moeilijk, maar het mooie hiervan wel is, dat als we dit zo gaan zeggen, dan kunnen we ook gaan zeggen van nou, de spanning wordt verdeeld. En de spanning over nummertje 1 en nummertje 2 wordt verdeeld in de verhouding waarin ook weerstand 1 ten opzichte van weerstand 2 staat. En dit is eigenlijk een uitleg die een hele aparte les voor zich nodig heeft. Maar je moet dus nu even alleen maar denken, ik heb een spanningsdeler. Maar de verhouding is een getalletje ten opzichte van oneindig. Dus dan kunnen we ook zeggen iets kleins ten opzichte van alles. En als we dan een willekeurige spanning hier hebben, dan zal het ook gaan verdelen met heel klein beetje alles. Dus dat betekent dat om in die verhouding te blijven, we wel moeten zeggen dat we op dit stuk 0 volt hebben. Of ongeveer 0 volt. Maar dat zegt ook meteen dat, omdat we een serieschakeling hebben en, wacht even, dan moeten we natuurlijk niet R optellen, moeten we U1 plus U2 is U totaal. Dat betekent automatisch dat er hier dezelfde spanning staat als op de bron. En dan gaan we nu naar de zinnetjes toe. De spanning over de weerstand is dan, en dat hebben we net heb ik net uitgelegd, 0 volt. En de spanning over de led is dan gelijk aan de spanning van de spanningsbron. Want die spanning kan niet zomaar verloren gaan. Dus we hebben op dit stuk 0 volt en hier hebben we 0,5, 1, 1,57, een willekeurig aantal volt, zolang het maar onder die 1,7 volt zit. Goed, ik ben Jan Willem van Foberta.nl. Ik besef me dat dit niet de duidelijkste uitleg is die ik op deze manier kon geven.
Dit is namelijk een uitleg die er eigenlijk om vraagt dat ik gewoon letterlijk één op één met iemand bezig ben. Of met een groepje met een aantal mensen bezig ben. Maar dat ik op vragen van jullie kan reageren. En dat gaat niet op deze manier. Mocht je daar wel behoefte aan hebben, bespreek deze vraag met je leraar. Of als je denkt van nee, die leraar van me, die begrijp ik in zijn uitleg af en toe niet. Dat kan gebeuren, dat is heel erg jammer. Kijk eens op www.voorbeter.nl voor informatie over bijlessen, examentrainingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allerlei leuke dingen die ik hier aanbied en die ik op momenten dat ik niet aan het filmen, dus niet midden in de nacht, ook doe. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Oh, wacht even.